die maar ik snap de theorie van u niet dat u zegt, dit is het. Nu is er rust op de woningmarkt. Nou, waarom zou dat zo zijn? Nou, omdat er straks misschien weer een nieuw kabinet komt na 2 jaar. Je zakt nu met de hypotheekrenteaftrek tot een niveau waarvan bijna alle politieke partijen, ook de mijne, zegt dat is ongeveer het eindniveau. Want de hypotheekrenteaftrek is een instrument dat wij overeind willen houden als een stimulans voor huizenbezit. We hoeven hem niet helemaal af te schaffen. Maar er is een taboe doorbroken, daar ging het even om. En niet alleen dat, we hebben niet alleen een taboe doorbroken, we hebben ook een stip op de horizon gezet en gezegd, daar gaan we naartoe. Daar nemen we ook ruim de tijd voor. Dat vindt overigens mijn partij ook verstandig. Ook in ons verkiezingsprogramma stond dat type termijnen, 30 jaar ongeveer, waarin je naar een eindpunt beweegt en daar stabiliseert dan ook het hele systeem. Maar hoe kunnen de huizenbezitters er nu van overtuigd zijn dat over 3, 4 jaar, wanneer uw kabinet klaar is, dat er niet een andere politicus komt die zegt, nee, 0,5%. Keiharde garanties. Een heel procent van mij. Keiharde garanties kunnen je niet geven. Maar in ieder geval is het zo dat Partij van Arbeid en VVD hebben gezegd vandaag in de persconferentie, dit is het. Ja, voor deze kabinetsperiode. Nee, nou, ik denk dat andere partijen zich daarbij aan zullen sluiten. Dat kunt u toch helemaal niet beloven? Ik denk dat er ook een maatschappelijke logica ontstaat. En ja, inderdaad, het kan altijd weer anders. Maar, ja, als u over 4 jaar met de SP gaat regeren, dat een grote combinatie wordt, dan wordt het meer. Gaat u misschien met een PVV-achtige partij regeren, dan wordt het weer minder. Aardig dat u dat voorbeeld noemt, want de SP heeft in haar verkiezingsprogramma een aftrek tot 42% staan en wij gaan tot 38%. Dus de SP zal niet nog verder naar beneden willen. Het gemiddelde tussen de Partij van de Arbeid en de SP ligt ongeveer daar wat we nu bereiken. Ook voor D66 geldt dat. Ik denk dat als het CDA diep van binnen, sterker nog, met hun vlaktaxvoorstel komen ze ook de facto op hetzelfde percentage uit. Voelen ze hetzelfde, hoor. Hier is een breed draagvlak voor in de samenleving. Ja.